Hoe lang zijn jullie al bezig hier? We zijn zeker weten 6 dagen bezig. Wanneer hebben jullie het vuur onder controle gehad? Zeker weten 2 dagen terug. De windsterkte die is er behoorlijk. En we moeten daarmee ook rekening houden. Het gaat om een onvolledige verbranding. Dat wil zeggen, het heeft tekort aan zuurstof. En dan krijg je veel rookontwikkeling. En behalve dat die brandt aan de oppervlakte, is die ook in de onderste laag aan het branden. Dus dat moet je kunnen controleren. Vandaar dat wij het samen moeten doen met andere actoren. Actoren die graafmachines hebben enzovoorts. En dan zijn we ook afhankelijk van hun om die brandhaarden allemaal te kunnen opsporen. Op het moment dat we dat hebben, blussen we af. Zij doen het afval uit elkaar en wij koelen het af. Ik zie bergen zand. Hebben jullie dat gezet? Deels wel. Zand is ook een blusstof natuurlijk en dekt het deel dat brandt af. Waarbij dan zuurstof daarbij verhinderd wordt en dan gaat hij ook niet branden. De ernst waarmee dit zaakje wordt bekeken door de overheid, ik moet ook wel zeggen dat dat zich eigenlijk uit in het feit dat vanwege de regering ook ondersteuning is gezocht bij bevriende naties. Zo is het de attaché van Brazilië ook benaderd, tenminste Brazilië ook benaderd, om te kijken naar mogelijke ondersteuning, het zij fysiek of het zij op het gebied van deskundigen, om in elk geval ons te helpen en te ondersteunen en te adviseren wat er eventueel moet gebeuren. Dus ik denk dat de boodschap die wij willen sturen is, er wordt met man en macht gewerkt. We laten het niet alleen over aan de Surinaamse deskundigen, maar we kijken ook naar deskundigheid uit het buitenland. Ik weet dat u als omliggende burger dicht bij Ornamibo heel erg ontevreden bent op dit moment. Ik ga met u mee. En het is niet dat we geen respect tonen en geen werkzaamheden uitvoeren om het tot het minimale te beperken. Ik vraag u bij deze uw begrip. We zijn eenmaal 24 uur bezig met de brandweer, met NCCR, met BOG, met de bestuursambtenaren en u als burger. Komt u naar ons toe, laten we gezamenlijk zitten en een behoorlijke oplossing uitwerken. Deze komt ja, attack om rekening, maar al lang om rekening. Oké. Al lang om rekening. Om een voorastree of een voorastree? Voorastree. Willen jullie die situatie zo doorhebben of niet? Nee. Dus er moet een oplossing komen. Ja. Die oplossing is niet om afgeduld. Geduld is voorbereiding. Geduld is je gezondheid. Als ze morgen landbouwvliegtuigen of anderszins niet inzetten om alvast vuur hier te doven, uit te maken, dan gaan we dinsdag andere actie voeren. Dat is één. Ten tweede willen we vragen dat de regering binnen enkele dagen met een serieuze oplossing komt dat stortplaats ergens anders naartoe gaat. Zijn jullie mee eens of niet? Er gaan steeds meer stemmen op om die vuilnisbelt te verplaatsen. Kijkt u sowieso om een vuilnisbelt te verplaatsen, heb je zeker NOHO nodig. U weet dat deze vuilnisbelt een tijdelijke vuilnisbelt was toen ter tijd. Sowieso neem ik het mee en ook kenbaar gaan maken dat we een strategische plek moeten gaan zoeken en de werkzaamheden ook wel effectiever gaan aanpakken. Dat je
En wanneer bent u hier klaar met werken? We doen ons uiterste best. Ik ga niet zeggen morgen of overmorgen. Laat ook uitgaan van dat het een week zo nog minimaal zal duren. Of maximaal bij wijze van praten. Maar we zijn afhankelijk van weersomstandigheden natuurlijk. Bereikbaarheid van water, want we onttrekken water uit de Parkkreek ook. Dat heeft te maken met de getijden ook, eb en vloed. Daarmee doen we ook rekening te houden. Bij eb, dat proberen we een beetje uit te rusten natuurlijk. En dan pakken we bij vloed de zaken weer aan.